Hallo, mijn naam is Roel. Ik ga je vandaag laten zien hoe je een racefietswiel kan voorzien van een tubeless band en hoe je die dan ook meteen tubeless kan maken. Ik heb ook meteen een vraag. Rij jij al op tubeless banden of rij je nog steeds met een binnenband? En zo ja, wat weerhoud je dan van het tubeless gaan rijden? En andersom natuurlijk, als je al tubeless hebt, welke voordelen ervaar je? Laat het allemaal maar weten onder in de comments. En ik wil natuurlijk van de gelegenheid gebruik maken om alle leden van mijn kanaal te bedanken voor hun lidmaatschap. Overweeg jij ook om lid te worden van mijn kanaal? Kijk even in de beschrijving van deze video hoe je lid kan worden en ook wat de voordelen zijn. Ik heb in mijn handen een band van Schwalbe, de Schwalbe Pro One. Dat is een band die is geschikt om tubeless te maken, dat kan je ook zien. Dat is ook belangrijk dat je dat ergens op de band staat, want dan weet je zeker dat dat een tubeless band is. TLE, dat staat voor tubeless easy. Je hebt soms ook TLR van tubeless ready. Dat je weet dat je wel aan het werken bent met een band die überhaupt geschikt is om tubeless te maken. En dat gaan we doen aan de hand van dit DT Swiss wiel. DT Swiss heeft eigenlijk de wielen altijd al geschikt voor tubeless, althans de generatie die tegenwoordig op de markt is. Maar goed, dat kan je natuurlijk op de website van DT even kijken of jouw wiel daarvoor geschikt is. Belangrijk is dat er een velg lint in het wiel ligt dat luchtdicht is. Dat doen ze eigenlijk al meteen. Dat zie je ook trouwens erop staan. Hè. Tubeless Ready staat netjes op het velglint. Maar mocht je daarover twijfelen, en dat is met name als je van die losliggende velglinten hebt die in je velg liggen, dan haal het eruit en plak er dan lint in geschikt voor tubeless wielen. En bijvoorbeeld een merk als BWB en Schwalbe heeft het zelf ook, hebben daar verschillende linten voor in verschillende breedtes. En zoals je al ziet hier, moet dat velglint de volledige breedte van de binnenkant van de velg hebben om hem goed luchtdicht te maken. Ga je dat doen? Goed ontvetten, goed aandrukken, want als het niet mooi dicht zit, dan gaat hij onherroepelijk lekken. En dat is natuurlijk vervelend, want dan blijf je aan het banden oppompen. In dit geval is het dus al voor elkaar, dus dat gaan we niet nog een keer doen. Nou, voordat we de buitenband op de velg gaan monteren, gaan we eerst een tubeless ventiel plaatsen. Zo'n ventiel ziet er in eerste instantie op deze manier uit. Die drukken we door het ventielgat. Even opletten dat de platte kanten in dit geval, als die eraan zitten, naar de zijkant wijzen. Er zal waarschijnlijk wel een handleidingje bij de ventielen zitten hoe je dat moet monteren. In dit geval moet hier een ringetje overheen zo. En dan het schroefringetje. Daarmee krijgen we een ventiel wat luchtdicht op de velg zit. Goed aandrukken even dat het rubber mooi strak in de velg zit, waardoor die luchtdicht is. Zoals ik al zei, even opletten dat de platte kanten ook evenwijdig aan de velg liggen en dat die dus vast zit. Nou, als we dat voor elkaar hebben, dan kun je ervoor kiezen straks om de vloeistof in de buitenband te doen op twee manieren. In dit geval doe ik het dadelijk via het ventiel en daarvoor moet je even het binnenventiel uit de kern halen. Zo, die halen we even weg, zodat we straks zeg maar via het ventiel de vloeistof kunnen toevoegen. Dan gaan we de buitenband monteren. En op de buitenband ga je ongetwijfeld ergens het woordje rotation vinden. Dat staat in dit geval bij het TLE. Dat geeft de draairichting van de band aan en dat is belangrijk. Mocht je het nou helemaal niet kunnen vinden, kijk even goed naar het profiel. Zoals je hier ook wel, laten we zeggen, een soort pijl erin kan ontdekken, laat je hem die kant op draaien. En dan begin ik even bij het ventiel. Ik kies ervoor om
daar waar zeg maar op de band staat gedrukt hoeveel druk er in de band mag, dat dat bij het ventiel zit. Zodat ik daar niet steeds naar hoef te zoeken. En dan gaan we in eerste instantie zeg maar de één kant van de hieldraad in de velg leggen. Zo. En dus dan hebben we die ene kant helemaal mooi erin liggen. Let er even op dat die kant zeg maar netjes tussen het ventiel en de velg in komt te liggen. He, goed ernaast zo. En niet over het ventiel heen. Dan kun je, laten we zeggen, precies bij het ventiel beginnen. Iets wat ik altijd doe. En daar zijn natuurlijk discussies over of je daar moet eindigen of daar moet beginnen. Ik begin altijd, maar je kunt ook bewust eindigen. Als je er begint, is het heel belangrijk dat je ervoor zorgt dat de buitenband ook aan de andere kant al meteen naast het ventiel ligt en niet er overheen. Want anders dan, laten we zeggen, dan kost dat ruimte en dan is het straks ingewikkelder om de band erop te leggen. Dus aan beide kanten moet die tussen het ventiel en de velg in liggen. Nadat we dat gedaan hebben, ga ik van me afwerken en duw ik eigenlijk zo centimetertje voor centimeter de buitenband op zijn plek. En dan gaat het natuurlijk altijd hier op het laatst moeizaam. Nou, dat gaat ook moeizaam, dat gaat ook bij mij moeizaam. Als het echt te moeizaam gaat, dan kan je van Cycle On, vroeger was dat Cyclon, tegenwoordig heet dat Cycle On, kan je Tire Assembly Spray kopen. Dat is een soort bandenvet waarmee je zeg maar die buitenband wat makkelijker gemonteerd kan krijgen. BBB heeft ook een stukje gereedschap zeg maar wat het makkelijker maakt om die band te monteren. Ik ga gewoon dat nu met mijn handen doen en ik ga eens kijken of dat gaat lukken. En dat kost best wel wat kracht en dat moet dus echt hele kleine beetjes per keer. Lukt het, wordt het echt moeizaam, dan kan ik nog even opnieuw proberen om de velg of om de buitenband helemaal strak in de velg te trekken. Zodat ik echt alle ruimte naar één punt krijg. En dan kunnen we hem zo proberen zo stapsgewijs erop te krijgen. Het gaat altijd bij tubeless banden moeizamer dan bij gewone banden. Want die banden moeten natuurlijk luchtdicht op de velg liggen. Dus je ziet, het lukt. En nogmaals, lukt het niet. Tire Assembly Paste die werkt best goed. Die laat hem wat soepeler glijden zeg maar over de... in de velg. Dan hebben we dit voor elkaar. Wat je nou kan doen is ofwel toch met het ventiel erin de band alvast oppompen. Dan zul je zien dat die op zichzelf wel erop blijft liggen, maar dan gaat hij niet meteen mooi luchtdicht zijn. Dus waar ik net het binnenventiel er al uit had gehaald, zou je kunnen zeggen, nou dat doe ik nog even niet. Even vast. En nou ga ik gewoon even met een normale fietspomp kijken of we daar lucht in krijgen. Lukt het nou niet met een normale fietspomp, hè, want die brengt natuurlijk gewoon lucht in. En de band ligt nog niet vast op de velg, dus het kan zijn dat dezelfde hoeveelheid lucht die je per slag erin brengt, ook meteen weer ontsnapt. En in dat geval heb je van een aantal merken, en Schwalbe heeft er ook een, de Tire Booster, dat is degene die wij gebruiken. Die kan je oppompen met een gewoon normale fietspomp tot een, laten we zeggen, richting de 10 bar. En dat zal ik even laten zien. Dat heb ik nou gedaan. Daar zit er een kraantje op. En op het moment dat ik dat kraantje opendraai, dan gaat die 10 bar in één keer zeg maar via de slang als het ware de band in. Let op. Dus dat gaat met best wel veel luchtdruk in één keer. Een luchthoeveelheid in één keer, waardoor die band eigenlijk heel snel opgepompt wordt en als gevolg daarvan makkelijker op de velg klikt. Lukt het dan nog niet,
hè, wanneer het ventiel al erin heeft zitten, dan kan je dit proces ook doen zonder het binnenventiel. Hè, dus misschien is het wel leuk om juist dat te laten zien in plaats van dat we het met een gewone normale fietspomp gaan doen. Dan, dat is eigenlijk de manier waarop het het beste gaat. Als het niet op de standaard methodes gaat, dan haal je dus de kern eruit en dan pompen we de booster op en dan vervolgens draaien we de booster op het ventiel zonder de kern, waardoor we in één keer heel veel lucht gaan inbrengen. Ik heb net 8 bar in de taille booster gedrukt, gepompt zeg maar. Het ventiel, de kern eruit, daarmee is de doorgang zeg maar van het ventiel maximaal groot. Dan gaan we de taille booster op het ventiel draaien. Even helemaal vast, anders gaat er natuurlijk nog weer lucht tussendoor ontsnappen. Zo. En wanneer ik nu het kraantje van de taille booster openzet, gaat alle lucht van de taille booster in één keer in de buitenband en plopt die ook waarschijnlijk in één keer vast. Dus ligt hij eigenlijk in één keer vast op de velg. Daarmee drukt hij zichzelf ook meteen in de randen van de velg. Nu kan ik de taille booster weer zeg maar sluiten en hier loshalen. Dan zal er wel lucht ontsnappen. Dat is op zich niet heel erg. De band ligt al vast op de velg. Dus. Hou ik hem even dicht, zo. Want daarmee blijft hij beter op de velg liggen. En dus dan zien we dat hij eigenlijk al gaat vastliggen. Dan draaien we het binnenventiel er snel in. En die doen we ook vast. Nou, nadat je de taillebooster eraf hebt gehaald, dan kan je met een gewone fietspomp die je weer op het ventiel zet, nadat je dus het binnenventiel ook weer geplaatst hebt, kan je de band oppompen tot ongeveer 6, 7 bar. Dan hoor je hem eigenlijk overal op de velg ploppen. En dan kan je ook controleren, want er staat meestal zo'n lijn op. Hè? Die lijn zie je hier ook overal lopen. Of die zeg maar rondom aan beide kanten netjes in de velg ligt. Nou, als dat het geval is, hè, dus dan hebben we de band luchtdicht eigenlijk op de velg liggen, maar we hebben nog geen vloeistof toegevoegd, dus op deze manier zal die binnen een uur ongeveer zal die weer plat staan. Dat is natuurlijk niet wat we willen. Dus nu moeten we nog de vloeistof in de band gaan doen, zodat die ook langduriger luchtdicht blijft en ook bestand is tegen lekrijden. Nou, dat gaan we doen. Dus dan gaan we het ventiel weer van de velg of van het ventiel of de pomp weer van het ventiel afhalen. Zo, nou laten we de band leeglopen. En gaan we niet in de band knijpen verder, want die band ligt vast op de velg. We gaan het binnenventiel weer eruit halen. En dan gaan we de vloeistof met een afgemeten flesje. He, dus Schwalbe levert bij Doc Blue, wat ze in grootverpakking leveren, leveren ze zo'n maatflesje mee. Als je die vult, heb je min of meer de juiste hoeveelheid die je in het ventiel kan doen. En die doe je dan rechtstreeks via het ventiel in de buitenband. Zo. Nou, wat ik zelf nog wel eens doe, dat is dat ik de binnenventielen even inspeer met montagepasta. Dat heb ik nu even niet gedaan, maar dat kan je doen en dat voorkomt dat de sealant, de latex zeg maar, dat die je ventielen gaat dicht kleven. Dus dat kan je doen, even invetten. Vervolgens draai je hem erin.
uiteraard goed vast. Ja. Want als hij niet goed vast zit, gaat hij alsnog lekken. En dan kan je gewoon met je gewone fietspomp, die je weer op het ventiel draait, de band op druk brengen. En dan ben je klaar, want dan heb je je buitenband op de velg liggen. En tevens heb je je buitenband voorzien van vloeistof. Dan kun je hem dus oppompen. Een beetje afhankelijk van de bandenbreedte, 6 tot 8 bar. Heb je er genoeg druk in zitten, dan haal je het ventiel weer los van de buitenband. Even dichtdraaien. En dan laat je die band op zijn kant even mooi draaien zo, zodat die vloeistof niet alleen in het loopvlak, maar ook goed langs de zijkanten eigenlijk alles afdicht. Er is een kans dat je wiel na een uur of 2, 3 toch weer plat staat. Dan moet je dit proces mogelijk even herhalen. In het gekste geval moet je alsnog een beetje meer vloeistof toevoegen, maar uiteindelijk zul je zien dat je banden gewoon mooi op spanning blijven. Maar niet anders dan bij een band met een binnenband erin, zul je toch zo nu en dan even je banden bij moeten pompen. Met fietsen met binnenbanden merken we dat een raceband al snel 2 bar in een week verliest. Dus dan gaat hij van 8 terug naar 6 of van 6 terug naar 4 of 5. Voor elke rit eventjes de bandenspanning controleren. Volgens mij heb ik je laten zien hoe je een buitenband kan voorzien. Althans, een racewiel zeg maar, kan voorzien van een tubeless buitenband. De enige nuance die ik nog wil toepassen is dat je de vloeistof ook vooraf, zeg maar, op het laatste moment, als het laatste stukje van de buitenband nog op de velg moet, dat je dan de vloeistof al in de buitenband doet en dan probeert, zeg maar, de buitenband op de velg te krijgen. Het nadeel daarvan is dat als het niet lukt, dat je een hoop geknoeien hebt en dat je later, zeg maar, alles weer opnieuw moet doen. Dus ik kies liever voor deze methode, die is mooi schoon, in plaats van tevoren de vloeistof in de buitenband te doen. Aan het begin van de video vroeg ik je: ben je iemand die op tubeless banden rijdt of bewust niet? Laat eens weten wat je overwegingen zijn en wat ook als je al wel op tubeless rijdt, welke voordelen je daarvan dan ervaart en ook misschien welke nadelen je ervaart. Ik wil van de gelegenheid nogmaals gebruik maken om de leden van mijn kanaal te bedanken voor hun lidmaatschap. En overweeg jij ook om lid te worden? Kijk dan even in de beschrijving van deze video wat de voordelen zijn en ook hoe je lid kan worden.